te aansluiten. En die vliegen de Kemmel op. Peter Farazijn hier, Didier Priem, zijn clubgenoot bij Torhout. Zelfde pakje, u ziet het. En er komt ook nog een derde man bij. Dat is Claude de Bot van de militaire ploeg. Rechtsvluchter Brune Barbe, die kan niet meer aansluiten. De rest even min en we vliegen met drie man de vlakke finale in. Peter Farazijn spurt als een strijkijzer en dus offert hij zich op voor zijn snelle clubmaat Didier Priem, de winnaar van Gentstaande dus. Claude de Bot alleen tegen twee, kijkt de kat uit de boom. Hij drijft mee in het wiel van Farazijn. De Bot of Priem, één van de twee hier achteraan. Deze rol is bij het binnenrijden van het centrum van Ieper op 300 meter van de streep uitgespeeld. Nu moet zijn clubmaat Priem het afmaken. Priem zit uitstekend in het wiel van Claude de Bot. De vraag is hoe snel is deze militair? Hij begint op kop, de Bot, Priem nog altijd in het wiel. Priem moet nu komen, maar hij blijft nog altijd naar dat wiel zoeken. Priem komt er niet over, klopt op het stuur. Overwinning dus voor Claude de Bot uit Aspelaren in de buurt van Gerardsbergen. En hij doet de muur ook heel vaak, al zullen ze dat in het leven misschien niet zo graag horen.